Welkom allemaal bij de workshop graverij en met name detectie van graverij. We hebben Ronald Wolters en Davy Nelissen gaan jullie een mooi verhaal vertellen. In het stukje tekst stond al de disclaimer, er gaat niet een ultiem antwoord komen. Maar we hopen met jullie erbij niet alleen vragen op te roepen, maar ook inspiratie om te kunnen kijken van wat zijn wegen die we verder door kunnen ontwikkelen. Er gebeurt namelijk al ontzettend veel. De zoektocht naar een ideale detectiemethode. En er zijn ook nu een aantal hogescholen hebben een voorstel ingediend. FANA zit onder andere hier ook om te kijken, kunnen we die detectiemethodes verder doorontwikkelen? Want de standaardmethodes, daar komen we nog niet overal mee. Dus Ronald, Davy, neem ons mee in de wereld van detectie. Ja, dankjewel Anneke. Mijn naam is Davy Nelissen. Ik werk voor het Waterschap Limburg als adviseur areaalbeheer. Vanuit mijn rol best wel veel betrokken bij bevergraverij, bevercasussen. Dus vandaaruit dat ik jullie een stukje wil meenemen in hoe wij omgaan met de bever en waar wij de bever aantreffen. Samen met Ronald ga ik deze presentatie geven. Daarna zal ik het overnemen, dus we doen het met z'n tweeën. Aan het eind hebben we nog een Mentimeter om het een beetje interactief te houden. Het is tenslotte een workshop, dus jullie moeten werken voor jullie lunch. Ik werd ook gevraagd, net als de Davy, van wil je iets vertellen over detectie van bevers in, bij hoogwater, was de eerste instantie. Ik zei, ja, wij doen er eigenlijk helemaal niet zoveel aan. Ja, maar jullie hebben toch een beverpatrouille? Ja, daar zijn we net mee bezig. Maar ja, kom vooral vertellen en gebruik dit ook zeg maar, om op te halen. Dus voor de mensen die denken van we gaan hier de oplossing geven, helemaal niet. En er zijn ook waterschappen die zijn verder met een aantal dingen. Maar goed, we kunnen jullie meenemen in ons proces, waar wij mee bezig zijn, ook waar we tegenaan lopen. En we hopen ook een beetje input van jullie te krijgen, die ons hopelijk ook weer verder kan brengen. Dus dit was dan even de disclaimer, die Hanneke ook al zei. Maar geef even eerst het woord aan Davy, dan ga ik een beetje op de achtergrond. Nou, als jullie weten, ja goed, Limburg, bekend van de lekkere vla, de zachte G. Maar ook, de G van graverij. En we hebben in Limburg niet één plek, een tweede plekje kwam erbij, een derde plek, een vierde, en uiteindelijk, is dit ons graverij, wat heden ten dagen eigenlijk plaatsvindt. We zien hier het verspreidingsgebied van de bever en de graverij. Wij hebben een 200 kilometer aan kering. Dan denk je van, luister, die bever met zoveel graverij, die zal wel in die kering ook zijn graven. Maar gelukkig, bij ons is het nog niet zoveel van toepassing. Waar ik jullie wel mee wil nemen, is de graverij in. We hebben ook een hoop regenwaterbuffers. Want normaal eigenlijk, je kan ze behandelen zeg maar, als een regionale kering. En die lichamen, daar wordt ook gegraven. Zowel door de das als door de bever. En natuurlijk in zo'n watersystemen waar wij ook regionale keringen langs hebben. De graverij in het beheersgebied. Zoals we zien, ik gaf het net aan, in de keringen daar hebben we wel een aantal graverijen de laatste jaren eigenlijk gevonden. Daar gaan we met protocollen gaan we aan werken, maar daar kom ik daar eventjes op terug. Langs onze watersystemen daar is de graverij vele malen erger. Je ziet hier op landbouwperceel bij het watersysteem. Bij derde zit hij ook in het gebied waar hij zijn hollen maakt. Verder gewoon in de werkpaden en in de bossen Natura 2000 gebieden. Dus overal komt er graverij tegen. Een redelijk uniek dingetje is bij Waterschap Limburg zijn de waterbuffers. Waterbuffers zijn er om water in, bij grote afvoer op te vangen, tijdelijk op te vangen. Eigenlijk binnen 24 uur moeten die buffers veel leeg zijn. En jullie kunnen indenken als er een beekje doorloopt en die bever die gaat daarin zitten graven en dergelijke, dan kunnen we die waterveiligheid kunnen we niet meer garanderen. Dat willen we niet. Dus die bever die proberen daar dan een beetje weg te pesten, in ieder geval weg te houden. We zijn nu dadelijk bezig met nieuwe buffers. Die proberen we wel zo beverproof mogelijk in te richten. Zeg maar. De effecten van de graverij. Natuurlijk op de waterkering, als er een gat in ontstaat. En je zit in je warme, er is hoogwater. Het kan flinke problemen, kan uitspoelingen veroorzaken.
met de nodige gevolgen van dien. Ja goed, natuurlijk de veiligheid, dat is een groot issue door de graverij. Ja, daar kunnen mensen gewond raken. Maar natuurlijk ook je doelstellingen, KW-doelstellingen en dergelijke, die behaal je misschien niet als er een bever zit. Of net wel, je kan hem wel inzetten. Dus je moet er goed over nadenken wat de effect van graverij kan zijn. Ja goed, inspecteren. Zoals ik al aangaf, we hebben een dieractiviteiten-app. Wij doen de inspecties van een instandhoudingsplan. En ja goed, het rol de inspecteurs wordt dat uitgevoerd. Zij lopen er langs en letten gewoon op indicatoren. En daar neem ik jullie dadelijk ogen mee. Wat zijn indicatoren, waar kan je op letten? Als je voelt dat er graverij plaatsvindt, om het voor te zijn, zeg maar. Ja goed, tijdens de koude fase wordt er gewoon volgens het instandhoudingsplan gewerkt. De inspecteurs lopen hun rondes en goed, wordt er wat aangetroffen, dan wordt geregistreerd en worden er verdere acties uitgevoerd. Dit gebeurt grotendeels visueel. We zien wel visueel heeft wel de grootste effort. Dus, het gebied is heel vaak ontoegankelijk. Dit levert de beste resultaten op. Dus heel vaak dus, door de bosjes langs de waterweg lopen en langs de kering ook in de uiterbaan. Dus dit levert op het moment nog de beste dingen op, resultaten op. Ja, tijdens de warme fase is het natuurlijk een ander verhaal. Iedereen is druk met zijn taken. We hebben hoogwater 21. Er was nog geen boutje meer in de loods te vinden. Dus alles was echt uitgerukt en dat ook met onze bemensing. En dan moeten we wel, daar kan er ook een gevaar ontstaan dat er door graverij zeg maar, een uitspoeling of piping of dergelijke gaat plaatsvinden. We gaan het in eerste instantie eigenlijk zoeken bij onze eigen medewerkers, wat een stukje basiservaring erin hebben. Dat zijn ecologen wat we dan extra inzetten naast de inspecteurs. Natuurlijk de bevermuskenschattenbestrijders wat ook een ervaring en een kennis daarin hebben. En dan vervolgens de dijkwachten, welke wij een 200 vrijwilligers voor hebben. Dat is wel naar de toekomst eigenlijk, om hun ook te gaan meenemen in het graverijverhaal en het detectie van, of het inspecteren op graven, of sporen wat kunnen leiden tot graverij. Indicatoren in het veld, vaak al in de koude fase. Een van deze dingen te zien is, dat duidt op een bever of wat ergens in de buurt zit. Heel makkelijk te herkennen natuurlijk, de knaagsporen. We zien het afgevreten stukjes hout. Boompjes wat afgevreten zijn, tot hele grote bomen wat ze omknagen. De algemene sporen zijn ook de voetafdrukken. Maar ook de opgangen en de afgangen. Dus de bever gebruikt een soort wissels waar ze steeds om een gebiedje ingaan. En dat gebruiken ze eigenlijk vast. Dus daar zie je eigenlijk, kan je als indicator gebruiken dat dat er een beveractiviteit bezig is. En dan moet je wel je kering moet je wel goed op die plek in de gaten gaan houden, want dan kan er ook graverij plaatsvinden. Misschien leuk. Kijk, deze. Dat zijn een soort glijpaden. Die bever die gaat lekker naar boven, maar die moet ook wel naar onder. En dan is hij toch wel een beetje lui. Dus die glijden eigenlijk op hetzelfde plekje waar dat kan, glijdt hij altijd mooi het water in. Dus dat zijn ook wel mooie sporen om te zien of er een bever aanwezig is. Natuurlijk de holen en de luchtpijpen, zowel ondergronds als bovengronds. Bovengronds zijn ze natuurlijk makkelijk te vinden. Hoe ga je er mee om als je ze langs de waterlijn, zoals zoals dit hier, wat eigenlijk onder een wortelpakket in de ingang van een hol zit, wat je eigenlijk zo in eerste instantie niet goed kan detecteren of kan gaan zien. Wat zijn aandachtspunten zeg maar, in het watersysteem of de kering waar we extra aandacht op dat zijn vooral de teen van de waterkering. Die moet je gewoon goed inspecteren, ook tijdens de voorjaars- en najaarsinspectie. Dus het is daar extra aandacht er goed langs die teen extra ronde in te brengen. Dus loop daar langs en kijk daar goed of daar indicatoren aanwezig zijn. En ze gauw opschalen, zeg maar.
naar een hoger niveau om dat te inspecteren en de frequentie van de inspectie op te voeren. Ja, goed, natuurlijk de uiterwaarden. Eigenlijk in Limburg staat langs de waterkeringen bijna geen water. Dus we hebben dat, daar hebben we geluk mee dat ze bij ons nog niet in de kering zoveel in het graven zijn. Tijdens hoogwater hebben we ook gezien dat ze zich eigenlijk bovenop eilandjes schuilhouden. Dus dat ze niet in de kering nog in het graven zijn. Dus, maar het zijn wel indicatoren deze, de teen, de uiterwaarden, vijverspoelen, Schaardijk eigenlijk waar constant water tegenaan zijn. Zit, ja goed, dat moet gewoon een extra aandacht. Hoe de? Ja, maar ja goed, de een extra aandacht in ieder geval. Want dat is meestal de plek waar de bever zeg maar in gaat. Ja, maar goed, als de teen in het water zit, dan is dat de plek. Ja. Dus normaal gesproken zou je als in het droge zou je hem niet tegenkomen. Ja goed, aanpak tijdens de koude fase. Ja, wat doen we als een nieuwe locatie wordt aangetroffen? Dat is sowieso het beeksysteem, de waterbuffers oftewel in de kering. We werken met een permanente ontheffing vanuit de provincie Limburg. Dus wij mogen daar als de kraanperiode niet aanwezig is. Eigenlijk, dan mogen wij beverdammen en dergelijke, mits wij een escalatieladder volgen, mogen wij dingen uitvoeren. We hebben protocollen daarvoor klaar liggen. Er wordt afgewogen, er wordt een hydrologisch en ecologisch advies wordt er afgegeven, dat wordt gekoppeld. Het wordt ook altijd teruggekoppeld naar de provincie, dus de provincie heeft ten alle tijde ook inzicht in wat wij doen. En we moeten ons daar gewoon aan de regels houden. Dus die protocollen worden en blijkt eruit, het is nog een gevaarzetting. Dan mogen we uitgraven en dichten. Het is natuurlijk zo dat als er uitgegraven wordt, dan moeten we ook een specialist erbij hebben. Dus muskus- en beverrattenbestrijder wordt er meestal bij gevraagd. Hij houdt dan ook of een ecoloog. Zij houden dan ook in de gaten of er geen bevers aanwezig zijn. En indien wel, dan moeten de maatregelen genomen worden. In de warme fase is iets anders. Ik gaf net al aan, eigenlijk ben je dan al te laat. Als je dan een beverrol zou tegenkomen, dan kan je hele nare. We zien hier, iedereen kent het misschien bij Brühl. Dat is ook een onderspoeling geweest. Dat had men niet in de gaten in eerste instantie. Dat is een half dorp is er weggeklapt. En dat kan ook met een waterkering gebeuren. In de warme fase, als daar een beverrol door die kering al gaat en dat begint te spoelen. We zien hieronder de piping in Bunde. Dat was hierboven in Zwesbroek. Dat stond allemaal onder water al. In de Rijkswaterstaat kering van het Julianenkanaal. Daaronder zat een flink gat, dat was een spoelen. In eerste instantie dachten we dat het piping was, maar uiteindelijk bleek het een oude duiker wat niet geregistreerd was. Wat ooit eens is aangelegd, wat niet in de register van de gemeente stond. Die plek is als piping aangepakt en op een gegeven moment is dat onder controle gekomen. Op dat moment moet er wel een scenario komen van moeten we dat gebied wat al onder water staat, moeten we het gaan evacueren of niet. Dus dan gaan alle alarmbellen gaan dan rammelen en uiteindelijk zijn die mensen wel allemaal geëvacueerd. Dus het is goed. Maar je moet dan wel het zeker voor het onzekere nemen. In Meers. Daar hebben we een casus, willen we jullie nog eventjes meenemen. Een visvijver, vroeger grindgat geweest. Maar daar ligt onze kering langs. We zien aan deze kant is het consortium is daar met grindwinning bezig. We zien het onderste, dit plaatje. Zij moesten dat aanvullen, zijn daar wat te laat mee aan de gang gegaan. En aan de andere kant is een bever begint te graven, dus je kan indenken dat daar toch wel wat gevaarzetting was. Waar we uiteindelijk wel de bevergaten hebben dichtgemaakt. Er zit ook nog de onderste in de teen van de waterkering, daar staan ook nog bomen. Dat is het gebied van Lortie, dat is die grondbank of die grindwinner. Die moet je wel meenemen in dat verhaal. Als die bever verder die kering ingaat, dan kan er een flinke gevaarzetting.
Plus dat aan de andere kant, ja goed, met handhaving bezig zijn om die, ja goed, die kering zo snel mogelijk weer te herstellen. Want dat ja goed, zijn grunboeren die werken de ene kant wel snel, maar de andere kant niet zo snel. Dus, ja goed, de detectiemethodes wat wij inzetten, naast de visuele. We hebben met grondradar gewerkt. We zien hier onder, ja goed, zo gauw er een beverhol wordt gevonden. Ja, dan doen we met stokjesmethode, gaan we kijken of die belopen is of niet belopen. En ja goed, zou die belopen zijn, dan moeten we extra maatregelen nemen om die bever in ieder geval ja, goed daar te faciliteren, zeg maar, om dat beverhol dicht te maken. We zien ja goed, die grondradar, daar hebben we wel ja goed, rechtsboven is te zien, ja, dat geeft een heel erg rommelig beeld, dus we zijn er nog niet helemaal over uit of dit de methode is om ja goed, die bevergangen goed in kaart te brengen. Uiteindelijk ja goed, met graven eigenlijk beginnen bij de beveringang en verder opgraven, dat heeft nog het beste effect tot nu toe. Dus, maar ja, goed, wij zijn ook zoekende, we hebben heel veel bevergangen, maar we zijn ook nog altijd zoekende, zeg maar, naar een goede methode. Ja, we hebben nog eventjes de beverdeceiver. Ja, goed, in de watergangen waar wij water reguleren, waar wij ja, die gangen willen opsporen, daar gebruiken we nu eigenlijk een pilot om beverdeceivers in te zetten. We krijgen binnenkort bezoek van Skip, ik weet even de achternaam niet, vanuit Canada, Amerika. Hij komt ons ja, goed helpen om deze beaverdeceivers, zeg maar, te verbeteren. Maar we zien wel voor dat waterlevel op peil te houden en daarmee te voldoen aan de vraag vanuit de omgeving, werkt dat best wel goed. Dus, we zijn ook met een club bezig met studenten om ze te automatiseren, dus digitaal. En ja, goed, dat, we zijn met verschillende methoden zijn we bezig. Kunnen we de microfoon doen? Ja. Nee, twee minuten. Dat mag nog snel zijn ook. Die ervaringen die ik heb met die grondradar, hebben die net sommige fotootje in Wamel, dat was toevallig bij mijn gebied, het waterschapgebied. Maar de grondradartje, dat pak 1,5 meter klei en daarna is het gebeurd. Ja, dat was inderdaad voor ons ook een vraag, want we hebben dat ook als een soort pilot gezet. Ja goed, ze komen tot 2-3 meter komen ze nog wel, maar dan is het ook over. En ja goed, hij detecteert ook andere obstakels in de kering als er iets is. Dus het is niet altijd ter leide of het een bevergang of iets anders is. Dus we zijn er ook een beetje sceptisch over. Die ervaring heb ik ook, want we hadden een heleboel dingen, piketten bijgezet, waarvan we later met 9 pijpen opgraven, dat onder die piketten waar we dachten dat hij iets aangaf, dat er helemaal niks zat. Ja, en die ervaring hebben wij inderdaad. Maar goed, we moeten zoeken en, om dat goed in kaart te brengen, zeg maar. Dus, hier zit een klein grond en een grind. Dus, ja, daar zit... ja. Ja goed, dit was mijn presentatie in ieder geval. Dus ja, ik ga naar Ronald over. Hij zal vervolg erop geven. Goed, dankjewel, Davy. De drones, ja. Hallo, doen jullie ook wat met drones? Is dat misschien nog een toevoeging? We hebben na het hoogwater hebben we inderdaad ook bekeken, is die drone dadelijk inzetbaar, zeg maar. Hè? Vooral omdat je met... Maar het nadeel van drones is, we doen het ook onder onderhoudscontracten. Je ziet niet alles en je moet echt gericht, je moet met warmtebeeld of dergelijke gaan werken. Maar dat is ook nog niet de methode. Dus ja goed, we zijn er ook mee bezig, maar het geeft niet... Een goed resultaat in ieder geval tot nu toe. Dus, Over drones wil ik nog wel wat vertellen. Want vanuit de STOA zijn we ook bezig nu met de Saxion Hogeschool. En die gaan een onderzoek doen met drones. Deels om grondradar eronder te hangen langs de teen. Kijken dat je waar je gewoon minder dikke kleilagen hebt. Maar ook met een e-nose. Dus daar willen ze ook geursporen gaan detecteren. Om te kijken of je op die manier snel in beeld kunt brengen waar ze zitten. Dus, en er wordt mee gewerkt en er zit ook nog een voorstel, een raak-subsidievoorstel, waar daar ook nog mee verder gegaan wordt. Ronald. Okay. Yes. Ja, dankjewel Davy. Ja, we komen anders dadelijk eventjes terug op de vraag, dan laten we Ronald, ik weet niet of je heel dringend... Ja, ik wou nog net aanpikken op die vorige slide van uw vlotte presentatie. Die rechts onderaan waren twee foto's, enerzijds zag ik de paaltjesmethode, denk ik, of ja. Iets. En dan in het midden onderaan, ja, beide... De pijp, niet zo echt toegelicht. Maar... Beaver deceiver is dat. Dat is eigenlijk een pijp wat door het watersysteem wordt gelegd.
om een achterliggend gecontroleerd zeg maar, leeg te laten. Die bever heeft eigenlijk de neiging, zeg maar, als je kabbelend water, zou je die beverdam verlagen, heeft hij altijd de neiging om die beverdam weer op te zetten. En dan moet je altijd ingrepen doen. En doordat die beverdeceiver, die zet je 's morgens open, kan je het water eruit laten, 's avonds zet je hem weer dicht. En 's avonds als die bever actief is, ja, dan wordt hij niet getriggerd door dat kabbelend water. En laat hij eigenlijk dat pijl gewoon zoals het is. Dus die beverdam die laat hij zo intact op deze manier. Dus hij gaat niet steeds weer opnieuw opbouwen. Dus dat scheelt wel werk. Ja, na de pauze mag je na de presentatie verder over hebben. Er zijn vast ook mensen die ook ervaring hebben. Er veel over kunnen vertellen. Ik ga het vooral hebben wat we doen bij hoogwater. Ik had wel een grappige aanvulling. We zijn echt op zoek zeg maar, naar een detectiemethode. Ik heb nog geen plaatjes van, maar misschien bij een volgende keer. Ik heb laatst met een collega gewoon gesnorkeld. En dat hadden anderen al eerder gedaan, dus dat is allemaal niet nieuw. Maar de plek waar we wisten dat de bevers zaten, ik wou gewoon zelf zien van, kun je iets onder water zien? En dat bleek best wel dat nou ja, in ons geval is er veel zand. En er zat echt van die zandbanen richting het hol, met een beetje een uitholling. Het was ook niet begroeid, dus geen waterplanten. En nou, we waren met stokken bezig en met stok en arm gingen we helemaal erin. Ik dacht nog even, als er maar geen bever in mijn handen bijt. Maar, en we hebben ook gewoon stukken waar we dat niet zagen, allemaal zitten prikken. Dus nou ja, het is niet 100% betrouwbaar, maar je kan best onder water wat zien. Maar goed, om over te gaan snorkelen is natuurlijk ook weer zo wat. En dan zeker niet bij hoogwater, want daar gaan we het over hebben. Ik ga eerst een beetje vertellen over het gedrag van bevers bij hoogwater. Dan weet je een beetje ja, hoe ze zich gedragen of hoe we denken dat ze zich gedragen. We weten nog heel veel niet. Hoe je eigenlijk al kunt voorbereiden in de koude fase. Ik vind het zelf een beetje verwarrend, want de warme fase is wanneer het meestal het weer heel erg koud is. Dus, snap je? Weet je, als het slecht weer is. Ja, warm als er brand is. Dus in dit geval, warme fase is heet water. Hoogwater. Dankjewel. Wij hebben daar een bevertroeien voor opgericht. Echt helemaal pril in oprichting. Dus misschien hebben nog wel meer mensen ideeën. Maar ja, goed, dan vind je misschien bevers wat verder. Dus daar ben je nog niet mee klaar, want ja, je ziet iets, maar wat ga je dan doen? En willen jullie ook gewoon wat vragen om mee te denken? Even heel snel, de meest kennen het plaatje denk ik wel, maar goed, het gaat erom bevers die graven een hol vanuit onder water. Hè, dat is dan het lastige. Dat kun je dan nooit zien. Als een hol dan op een gegeven moment instort, hè, omdat de bovenkant niet sterk genoeg is, dan bouwen ze daar, gooien ze de takken op en dan krijg je een burcht. Dat doen ze in principe in oevers. En als die oevers dan een dijk is, dan heb je een probleem. Hè? En dan moet je die dijk gaan beschermen. Dit is een plaatje van de bevers in Brabant. Het is ook helemaal niet volledig. Maar dit is zeg maar wat de mussenschattenbestrijders invullen. En je ziet van alles door elkaar, sporen en burchten. Maar goed, het geeft een beetje aan van ja, heel langs de grote rivieren dan. Die pointer, wat ga ik de verkeerde drukken? Deze denk ik, hè? Bovenste pointer. De bovenste. Ja, kijk, kun je zien. Eigenlijk langs de Maas zit al helemaal vol. En ze trekken vanuit de Maas ook hier richting de Dommel. Wat hebben we hier? De A. Hier hebben we de Raam. Nou ja, hier in het Brabantse Delta-gebied. Waar zitten de collega's? Ik zag ze net. Dus vanuit de grote rivier trekken ze zeg maar, steeds verder landinwaarts. Overal zitten gewoon bevers. Ik heb daar rechts een kleine uitsnede. De dijk die loopt hier, zeg maar hier onderlangs. En deze bevers zitten lekker in de uiterwaarden, geen probleem. Laat ze lekker zitten, laat ze lekker een ding doen. Maar goed, daar gaat het juist over. Wat die bevers die daar onder normale omstandigheden lekker langs de rivier zitten, geen last van. Maar ja, wat doen ze bij hoogwater? Nou, hier heb je een voorbeeld van een burcht in Marekessel, langs een buitendijkswiel. Dat is eigenlijk nu al een probleem. Die burcht zit net een beetje aan de rand van de beschermingszone, dus eigenlijk hebben we het liever niet. Maar zolang die daar blijft zitten, kan er geen kwaad. Maar ja, als die... kijk, hier hebben we ook een beetje moeilijk in de pointen. Hier heeft hij al een keer gaan graven en dan zit hij gelijk al in de teen van de dijk. Dus dat houden we nu goed in de gaten met inspecties. Bij Megen hebben ze toch vanuit de teen van de dijk, zeg maar, daar heb je een oude Maasarm. Die loopt tegen de Maasdijk aan. Nou ja, dan krijg je dit soort gaten. Ja, wat we nu doen. Er was een kleine verzakking geconstateerd door een mussengattenbestrijder volgens mij. Nou, Sjaak die is erbij geweest. Filmer is erbij geweest. En we zijn het gaan uitgraven, nou ja, dat soort holen kom je dus tegen. Gewoon op die hond is
decoratief? Of, Ja, nou, decoratief. Ja. Nou ja, dat is wel grappig. Is een collega die werkt in het district waar ze geen dijken hebben. Nou ja, kaders, maar geen officiële dijken, zou ik maar zeggen. En die heeft dan een hond. Hij jaagt ook, geloof ik. Maar die heeft de dijken, daar hadden ze inspectiepaden. Dus zeg maar, ja, waar ze langs de slootkant maaien. En daar hadden ze ook heel veel gaten. Dus dat zakt allemaal weg en dan krijg je gevaarlijke situaties, wat Davy zei. En die heeft zijn hond dus ingezet om te kijken of die hond dat kon vinden. En die kon heel veel holen vinden. Dus dat is een soort van, we hebben hem hier gebruikt. We moesten hier aantonen dat er geen bever was op het moment dat we het gat uitgraven. En hadden ook stokjesmethode en hebben voor de zekerheid ook die hond ook een beetje een test. En die hond ging echt die holen in, want die is helemaal niet zo groot. Nou, hij rookt niks en we zijn gaan uitgraven en hebben ook geen bever tegengekomen. Dus dat is heel mooi. We geloven wel dat zo'n hond, die kan wel levende bevers vinden en holen die net belopen zijn. Maar ja, heb je een hol wat misschien een jaar of twee jaar oud nog in de kering zit? Ik denk niet dat hij die kan vinden. Maar Sjaak wil heel graag iets zeggen. Nou ja, ik ben hier inderdaad bij geweest. En die hond die is erbij op het moment dat we gaan graven. Dat we zeker weten dat er niks in zit. En ik denk dat het ook meer de toekomst gaat worden. Die stokjesmethode is mooi, maar dat kost dagen of misschien weken om te weten of er iets in zit. En wij krijgen van de provincie steeds meer speelruimte om snel te kunnen handelen. Maar dan moet je nog steeds weten of dat er niks in zit. En zo'n hond kan daarin heel veel betekenen. Ja, dit zeker mogelijkheden. Maar goed, de onbewoonde holen vinden is al een stuk moeilijker. Er zijn ook mensen met honden mee bezig. Maar dat is toch een heel stuk lastiger. En voordat je in Nederland voldoende honden hebt en mensen die er tijd in willen steken. Wil je nog iets zeggen, Mike? Ja, ja, want jij gaf aan dat de hond mooi die holen in kon. Heb je ook gevoel hoe ver dat hij de holen in kan? Dan zou je een lint aan de hond vast kunnen binden om op die manier de lengte van de holen te onderzoeken? Dat is wel leuker. Maar die hond moet niet te dicht bij de bever komen, denk ik, want dan overleeft hij het niet. Maar. Dat klopt, de hondeneigenaar die hield hem eigenlijk bij zijn staart vast, bij wijze van spreken. Omdat als hij doorgaat en ze gaan vechten, dan legt die hond het wel af. Ja, dus we nou alleen gebruikt om te kijken, zit er, om te ruiken of er een levende bever zat. Ja. Maar goed, misschien fretten, weet ik veel. Nou ja. wat we dan doen in dit soort situaties waar wielen tegen de dijk staan. Wij hebben dan op één locatie gedaan. Hè, hebben we beverwerend gaas ingebracht van een bedrijf wat hier ook op de tent staat. Of hier met een stand staat. Als je dit weet, ik zou zeggen, ga dat vooral doen. Bij ons waterschap willen we vooral proberen mee te liften met dijkversterkingen en dat gefinancierd krijgen van HWBP. Is ook nog een heel gevecht, denk ik. Maar, wat zei je? Is het buitendijks? Ja, de Willis, ja. Heb je hier te maken met fluctuerende waterstanden? Nou, nee, valt mee. Ja, een klein beetje, maar heel weinig. Nee, pas als het echt de uitwaarden overstromen, dan gaat ook dit wiel mee. Maar land om Nederland ligt vrij hoog. Ja, precies, want dit werkt dus in dagelijkse omstandigheden. Ja, maar dus niet bij hoogwater, want daar ga ik een beetje langzaam naartoe werken. Ja, wat doen bevers bij hoogwater? Dan gaan ze dus alsnog vanuit de rivier of vanuit deze wielen, gaan ze alsnog de dijk op, dat kan. Maar wat ze vaak doen is eerst die burcht ophogen. Als het een beetje geleidelijk gaat, dan gooien ze nog wat takken bovenop en dan gaan ze bovenop zitten. Ze zijn in bomen waargenomen, als er heel veel bomen langs de kering staan. Nou, ik zie Hans al. Precies, jullie hebben hele mooie plaatjes van. Ja, nou ja, en soms gaan ze op het land wachten of ze maken nissen. Ik zal een paar plaatjes laten zien. Of ze steken gewoon de dijk over. We hebben ook wielen aan de andere kant van de dijk. En we hebben gewoon gezien, dan steken ze de dijk over en dan gaan ze daar zitten. En dan hoop maar dat ze niet weer richting de dijk graven. Dat is natuurlijk weer. En in het slechtste geval gaan ze dus in de dijk graven. Dus al het andere is nog niet zo erg, maar ja, als ze in de dijk graven wel natuurlijk. Nou, wat wij eigenlijk nog niet zo goed weten, ik ben ook heel veel met filmen zijn weer over bezig. Van ja, hoe gedragen bevers zich bij hoogwater? Ik heb nog 2 minuten. Wow, nou dat gaat, dan moet ik even doorheen racen. We weten niet echt hoe ze zich gedragen, of ze elkaar beter tolereren, of ze ook met andere dieren. Gaan zitten. En waardoor hun gedrag wat bepaalt. Is dat het weer? Is dat de stroming? We denken het weer, maar goed, we willen daarvoor veel kennis halen. Dus er is ook een oproep geweest aan de waterbeheerders om beveractiviteit bij hoogwater, om dat door te geven aan het kenniscentrum Beven. Nou, hier een paar leuke plaatjes dan.
Uit Limburg. Van internet geplukt. Kijk, die gaan gewoon even de burcht ophogen. Dat ze een beetje droger zitten. Ja, die rechtsboven die heeft gewoon een nis gemaakt, zeg maar. Het is mooi weer toen. Dus, maar in de onderste zie je, WDOD, daar hebben ze gezien dat ze gewoon echt sneeuwhutten eigenlijk maken. En daardoor ook beschut zaten. Dus gewoon holen in de sneeuw. Ze zijn toen ook niet, heb ik van Wijnand gehoord, niet de dijk in gaan graven. Maar goed. Ja, nou precies. Dit is het plaatje, ken je wel, Hans? Rivierland. Nou, hier zijn ze dus wel in de dijk gegraven. Je ziet heel mooi de hoogwaterlijn. Nou, en ze gaan dus daaronder, ja, zie ze maar eens te vinden. Nou, ik zal een beetje snel erheen racen, want Hanneke kijkt me heel streng aan. Nou, wat je eigenlijk wel vooral, wat je vooraf kan doen, ga je je risicolocaties in beeld brengen. Je ziet er rechtsboven een plaatje. De zoogdiervereniging heeft aangegeven waar zitten bevers nu. En dan weet je, nou, die zitten aan die uiterwaarden. Je hebt kans dat die hier naar de dijk komen. Ga nu al inspecties doen. Nou, preventieve maatregelen, gaas noemde ik al. We zijn ook bezig met hoogwatervluchtplaatsen. Heuvels in de uiterwaarden. We zijn met drijvende huisjes bezig. Na de zomer, als we opdracht geven, dan gaat het bedrijfje de eerste maken. Ja, nou, ik zie al duimpjes omhoog. Er zijn helemaal geen ervaring mee, maar ja, goed, je moet iets proberen. En dan kun je er ook over meepraten. Nou, wat we ook doen, inspecteurs trainen. En wat ik eigenlijk, nou ja, ik wou het toch even meegeven. Ga ook alvast nadenken over noodmaatregelen. Wat als daar een gat zit? Heb je dan een noodmaatregel op de plank liggen? Volgens mij wordt dat nog wel een beetje vergeten. Nou, ik kan hier een beetje snel doorheen gaan. Ja, ik kom allemaal vragen tegen. Ja, wie moet je dan laten inspecteren? Moeten we daar een aparte beverpatrouille voor oprichten? Waar moeten ze dan op letten? Ja, waar gaan ze dan langs de dijk lopen? Of moeten we ook vanuit de lucht met drones? Welke hulpmiddelen moeten we hebben? Wat voor informatie verzamelen? En wat moet je daarmee dan doen? Nou, wat wij hebben gedaan. We hebben mensen geselecteerd. We hebben een dijkwacht of dijkleger, heet dat sommige waterschappen. Van 200 mensen, waarvan de helft burgers zijn en de helft de waterschappers. En we hebben gevraagd, nou, wie heeft heel veel interesse om ook iets met bevers te doen. En ik had een beetje ontmoedigend geschreven dat ze, van, ja, je moet misschien een water pakken en slechte omstandigheden. Maar ja, er waren nog heel veel aanmeldingen. Ja, ik dacht, anders gaat iedereen. Maar ja, nou ja, buskastrattenbestrijders hebben gevraagd. Een aantal ecologen, die hebben een opleiding gegeven. Door de zoogdiervereniging. Nou ja, waar je dan ook mee te maken hebt, is wat voor hulpmiddelen gebruik je. Maar daar ga ik even snel doorheen. Nou, hier is een plaatje van de training die gegeven is. Dat is vooral over hoe kun je bevers herkennen en sporen herkennen. Waar mijn collega net ook een paar plaatjes van liet zien. En we zijn buiten het veld gaan kijken, gewoon onder normale omstandigheden. Dit hebben we nog niet, dat is een droom, of nou droom, ik denk dat we na de zomer even gaan aanschaffen. Warmtebeeldcamera's, ik heb hem bij Wijnand gezien van de WDOD. Die ging helaas vandaag op vakantie, anders had hij misschien ook gepresenteerd. Maar goed, het lijkt heel goed te werken dat je aan bevers ziet. Maar goed, dan zie je bevers, wat moet je dan doen? Hè? Wordt ook van alles geroepen met drones. Ja, dat denk ik ook altijd. Oké, daar kunnen we weer warmtebeeldkamers aanhangen, maar er zitten ook heel veel nadelen aan. Hè? Wij zitten bijvoorbeeld in het gebied van Volkel, dus het is allemaal no-fly zones. Ja, misschien dat je bij calamiteit uitzondering krijgt, ik weet het niet. Met drones vliegen maar beperkt, het mag niet te hard waaien, dus er zitten heel veel nadelen aan. Er zijn wel eens mensen die roepen, alle bevers senderen en merken. Nou ja, dat is voor mij ook wel een hele klus, ja. Maar goed. Nou, mijn vraag waarmee ik zal het proberen af te ronden, Hanneke. De vraag, ja, wanneer zetten we ze in? Maar ook, kijk, daar hebben we al 40 mensen. Maar ja, als je die in één nacht allemaal inzet, of in twee nachten, dan zijn ze natuurlijk ook al moe. Dus je kan ze maar beperkt inzetten. En waar ga je ze dan? Hè? We hebben 110 kilometer Maasdijk. Dus nou ja, we hopen dan een beetje door die vooraf de plekken te selecteren waar je denkt, nou, hier kan het een groot gevaar vormen, of hier zijn veel bevers. Dat moeten we in de gaten houden. Maar dat zijn allemaal vragen die... ja, ik bedoel, het is wel heel makkelijk om een clubje op te richten en een beefpatrouille, maar er komt van alles bij kijken. Hè? Hoe verzamelen ze informatie? Waar leggen ze dat vast? Moeten we daar weer een nieuwe app voor ontwikkelen? Of een bestaande app? Wie gaat dan die informatie interpreteren?
Nou ja, allemaal vragen dus. Misschien kunnen jullie daar over meedenken. Wat ik ook nog wil zeggen, je hebt dan bevers gevonden, of misschien zelfs graverij. Wat ga je dan doen? Nou, ik denk dat dit plaatje misschien nog wel terugkomt in de volgende presentatie. Dit is een steunberm, die is aangelegd voor dassen. Maar daar mogen jullie misschien daar ook mee over vertellen. Maar eigenlijk hebben we gezegd, nou, op plekken waar bevers zitten, we zijn ook aan het nadenken, of we hebben al plannen klaar liggen van, oké, als het dan hoogwater is, wat kunnen we dan doen? Dus denk daar vooral over na. Nou, voor mij ben ik er nu redelijk doorheen. Hebben jullie nog vragen of zullen we gelijk naar de Mentimeter doen? Mag het nog een paar verhelderende vragen? Ja, we hebben trouwens ook vragen. Zullen we eerst die Mentimeter doen? Ja. Misschien, tenzij je over de presentatie nog heel kort iets wil vragen. Oh, dat mag altijd. Want in Limburg hadden ze toch ook een ontheffing om de bever te bestrijden? Of... Ja, dat klopt. Is dat al gebeurd? Of... Ja, we hebben afgelopen. Ja, goed, dan moet je hele protocollen moet je volgen, hè, voordat je mag gaan schieten. En dat zijn echt de aanloopkaas waar heel veel problemen zijn. En je loopt die escalatieladder eerst door. Hè. Je neemt je maatregelen om ervoor te zorgen dat die bever eigenlijk vanzelf weg zou gaan daar. Maar uiteindelijk hebben we wel op afschieten. En afgelopen jaar hebben we dan 100 afgeschoten. Dus, 100? Hè? Ja, op een, ja, goed, op een anderhalve maand tijd. Dus maar goed, op een gegeven moment zal je toch op een bepaalde populatie beheer moeten gaan doen. Om, ja goed, ze komen steeds terug en ze krijgen steeds meer jongen, zeg maar. Dus het aantal jongen neemt niet af, wat eerst gedacht werd. Hè, als ze die gebieden vol zitten, dan gaan ze zichzelf wel beperken, maar dat gebeurt niet. Dus, Pak even je telefoon erbij en ga naar menti.com, als je wil. En tik even die code in. En dan hebben een paar vraagjes, gewoon om het... een beetje interactief te houden. En we hebben nog een grappig quizje aan het eind. Ja, nou. Ook om iets te leren misschien van de zaal. Zijn er misschien al methodes wat ingezet worden? Die willen we graag van jullie horen dan. Dus een paar algemene vragen en een paar kennisvragen. Dus dat, Doe maar gewoon één of twee woorden. Dan, kijk, die is al heel snel. Geen ervaring nog. Oké. Ja, we zien al een aantal antwoorden langskomen. Ja, natuurlijk. Ja, je ziet heel veel geen ervaring, dus het is nog vrij nieuw voor heel veel waterschappen en beheerders. Ja, goed, om daar een samen op te trekken natuurlijk, ja, goed, als kenniscentrum Bever en dergelijke, is het wel belangrijk dat het onder de aandacht staat in ieder geval. Hè, en om dingen samen op te pakken, want ja, goed, je hoeft ook niet het wiel zelf... uit te vinden. Ik denk dat er heel veel kennis en kunde overal zit. En als je dat op een goede manier bij elkaar kan brengen, ja goed, dan kan je ook een... ja, er komt inderdaad een landelijk protocol, dat zijn ze nou aan het maken. Maar we zien toch ook binnen ons waterschap in Limburg dat zelfs elk gebied weer... Ja, om daar toch een stukje afsplitsing. Dus het is goed de hoofdlijnen, maar de... Ja, ja. Ja, die kan je wel overal laten gaan. Maar we zien inderdaad, ik weet niet ja, goed, of iemand nog iets wil toelichten vanuit de zaal. We gaan gewoon verder naar de volgende. Ja, Ronald, heel even. We praten over de ervaringen die wij hebben. En dat loopt redelijk omdat we protocollen hebben. Maar als je praat over instanties die geen protocollen hebben, dan is het echt een drama als die iets willen. En dat is wel een belangrijk aandachtspunt dat je probeert... in een provincie gewoon één en hetzelfde beleid, één hetzelfde protocol, wat voor iedereen geldt, particulier, instelling, overheid. Oh, je wilt nou protocollen voor waterschappen? Protocollen, ja. Ja. Ja, maar weet ik veel, particuliere gemeentes allemaal, die hebben nog geen protocollen, bedoel je dat? Ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Wij praten nu voor onszelf dus, in dit geval. Ja. Ja. Ligt dit ook al op de politieke tafel? Ja.
Ja, dit is nu besproken. Het ministerie, gisteren is er een presentatie geweest van DGWB. En die geven aan, die zijn nu bezig samen met onder andere de Unie, de IPO, de STOA, Rijkswaterstaat, om te komen tot een landelijk protocol die gevolgd kan gaan worden. Waar waarschijnlijk ook wel ruimte is voor regionaal maatwerk. Maar om in ieder geval te zorgen dat die lijn gelijk is en dat je in Nederland ook actie kunt ondernemen. Want bijvoorbeeld een RVO, daar liep ProRail enorm tegenaan met die das in de dijk. Die konden niet in actie komen. Dus de landelijke lijn, daar wordt aan gewerkt. De verwachting is begin volgend jaar. Ik denk dat het wat ambitieus is, maar er zit schot in de zaak. In ieder geval voor de bever. En hoe stijgt die dan op provincies? Want de provincies zijn ook verschillend in. Provincies zijn bevoegd gezag. Die zijn heel actief betrokken bij het proces vanuit de IPO. Omdat er inderdaad, zij geven voor de waterschappen de machtigingen af. Daarom is er ook nog wel gesproken over kleine regionale invloed. Omdat ze het niet helemaal uit handen wilden geven. Ja, ik wilde op de vorige vraag nog even aanvullen. Je ziet daar dat een aantal mensen hebben gezegd, het is te traag, het duurt te lang, te veel stappen. En wat je eigenlijk zou moeten doen is dat je je protocollen ook gaat afstemmen op, is het een normale situatie of is het hoogwater? Daar zou je al de eerste stap moeten zijn, is het hoogwater? En dan zou je misschien meteen al naar stap 8 of 9 moeten gaan. Ja. Maar dat is voor het vervolg waar we nu landelijk mee aan de gang gaan. Ja. Wij geven wettelijk erkend belang zeg maar, aan. Waterveiligheid zou je hem kunnen scharen, zeg maar, hoe wij hem binnen de provincie binnen zullen brengen. Maar dat zou je inderdaad mee kunnen. We hebben nog 3 minuten, dus helaas moeten we wel wat vlotter doorheen. Maaike, jij had nog één opmerking? Nou, om daarop aan te sluiten op wat er zojuist gezegd werd, maar die komt dadelijk ook in de Dassenworkshop naar voren. Je geeft aan van onderscheid maken tussen hoogwater en niet hoogwater. Maar zolang er geen hoogwater is, kan er natuurlijk ieder moment hoogwater zijn. En die vind ik dus eigenlijk wel heel interessant, dat we met hoogwater meteen kunnen handelen. Maar zonder hoogwater dat je echt aan heel veel regelgeving moet voldoen. Terwijl het eigenlijk morgen hoogwater kan zijn. Dus die vind ik interessant. Ja. Nou, de volgende vraag is al volop ingevuld. Een aantal mensen geen ervaring, voeten inspecteren, beefpatrouilles, zie ik een paar keer terugkomen. Muskelgatten, onvoldoende mankracht, ja. Nat, nou iemand denk ik, die vond het echt nat. Een bevermat, wat is een bevermat? Ah. Ja, ja. Oh. Even met de microfoon, graag. Ja, hoe doen we dit? Jullie hebben getest met grondraden, begrijp ik, hè? Dus om de burcht in kaart te brengen. Je mag iets dichter bij je mond halen, ja. Om de burcht in kaart te brengen, heb je een grondrader gebruikt. Over het algemeen is het een kleiige omgeving daar, volgens mij. Ja. Nou, dan heeft de grondrader vrij veel moeite mee. En dat is waarschijnlijk de reden waarom jullie niet zoveel resultaat hebben. En ik heb bedacht van, ja, die klei die geleidt heel goed elektriciteit. En daar is ook een methode voor, hè, om met elektriciteit de grond te bemeten. En dan is er hier de truc dat je zeg maar klei hebt en daar waar die bever hol zit, dat is lucht, dus het is een enorme isolator. Nou is de methode die wordt gebruikt is altijd met één draad, hè, dus dat is heel complex, arbeidsintensief, et cetera. Dus toen dacht ik, nou, waarom gebruiken we niet een mat waar allemaal elektrodes onder zitten, hè, die kan je maken. Die is dan helemaal geconfigureerd. Die gooi je op die, nou ja, waar ongeveer die burg ligt. Hè. Ik begrijp dat dat best wel uitgestrekt kan zijn. En laat je hem automatisch meten, dat is allemaal gestandaardiseerd. En dan krijg je een profiel van de ondergrond, waar zeg maar blokjes meetwaarden, waar je hoge en lage waardes hebt. En daaruit zou je een patroon kunnen halen om globaal, of misschien heel precies, dat weet ik niet, maar dat zou je uit moeten testen, zeg maar die burg in kaart kan brengen. Nou, dank voor deze aanvulling. Ja, mooie aanvulling. Ja. Het zal een uitdaging worden om het op te schalen, maar alle ideeën zijn welkom, dank je. Geef je dat moet je wel waar je zit. Ja. Ja, precies, dat is dan, ja. Ja, hoe nauwkeurig weet je, ja, heel veel vragen. We hebben nog 1 minuut. 1 minuut, ja. Nou, Bobby zou ik ook staan, maar dat is denk ik de hond van iemand. Even kijken, nog 1 minuut. Maar dit is dan wel heel... Wel de cruciale vraag. Kan deze nog? Ja, de cruciale vraag. Nou, heb je nog aanvullende ideeën, laat ik zo zeggen, bij het opsporen van beverholen bij hoogwater? Ja. Ik hoop dat de IDO's dat Hans, wil jij even met de microfoon? Ja, Hans, je kan hard praten. Nee? Okay.
Ja, ik kan hard lopen. Ja, ik zie de INO's als enige beste methode die we nu bedacht hebben. Maar het enige wat we dan wel moeten hebben is dat de bever wel één specifieke geur moet hebben. En dat is het eerste waar we het onderzoek in zich moet richten. Is er een specifieke geur voor de bever? En als dat zo is, dan kunnen we met de INO's... En waarschijnlijk kunnen we dan ook grotere lengtes pakken in één keer. Want wij moeten 500 kilometer waterkering inspecteren bij hoogwater. En daar hebben we echt wel iets nodig wat het vrij snel kan doen. Ja, precies. Dus INO's, honden, die kunnen ook ruiken eens een keer. Ja. ProRail is met glasvezel bezig. Die kunnen ook over 30 kilometer kunnen die geluiden van graverijen oppikken op vrij nauwkeurige locaties. Een rookboom. Of rookbommen. Oké, nou dan gaan we even heel snel door van nog een paar, waar heb je behoefte aan? Nou ja, we moeten die ook nog even doen. We hebben nog drie vragen, maar die andere twee zijn heel kort. De allerlaatste deze. Oh, de allerlaatste. Ja. Maar die andere ga ik stiekem doen ook. Dan heb je nog echt heel specifiek behoefte aan, dan kunnen we het zeg maar meenemen. Ik denk ook FANA en zo in onderzoek. Proefprojecten zie ik al voorbij komen. Tijd natuurlijk, mankracht. Kennis delen, ja. Oké. Ervaring. Dus vooral veel ervaring opdoen en je mag ze nog intikken. We gaan heel snel doen. Deze vonden we grappig. Dus die kunnen we snel doen. Over bevergeil. De vraag komt voor jou. Ja, die gebruiken we eventjes als afsluiter dan. Misschien dan eventjes een leuke kennisvraag. Bevergeil, een stinkend stofje, afkomstig uit anaalklieren. Dat die gebruikt voor zijn territorium te markeren. En ja, waarom werd het en wordt het zelfs nog gebruikt in Amerika en Canada, waar die volop bejaagd nog wordt. Dus. Maar goed, nee, jullie kennen hem al, zie ik. Ja, we zien hem. Oké. Nou ja, het was inderdaad vanilleijs. Ja. Ik heb het nooit geproefd, maar nou, misschien zonder dat ik het wist. dus en nou krijg je nog een vraagje. En tot staat de quiz. Nou, daar komt hij, hè. Dus gewoon een laatste vraagje. Wat zie je hier? Ja, dan moet je bedenken wat het is. Ik kan het maar een antwoord intikken. Ik zie hier iemand al... Jij kent het wel. Wat heeft dit in godsnaam met de bevers te maken? Nou, iedereen heeft gestemd en er komen de antwoorden dan, denk ik. Hoe werkt dat hier? De beverkever. Ja, redelijk uniek, dat hij alleen op de vacht van de bever inderdaad inleeft. Hebben we een winnaar, of niet? Ja. Thank you. Oh, je hebt hem ingevuld, Cindy. Nou, van mij... Wat zei je? Nou, er was de laatste verkiezing insect van het jaar en dat was een van de kandidaten die het niet gewonnen heeft. Maar goed, dat is een kever die meelift met bevers. En ook, goed. Andere keer gaan we het erover hebben. Mooi, dank jullie wel. Ja. De beverkever. Precies, dus met de bever komen de bever is goed voor de biodiversiteit. Voordat ik jullie ga bedanken, wil ik nog heel even melden voor jullie. Vanuit de STOA zijn we veel bezig met grip op graverij, dus er worden allerlei onderzoeken gedaan. Er wordt ook jullie uitgenodigd om ideeën voor onderzoeken te delen. Dat kan graverij@stoa.nl, kun je een e-mailtje nasturen en dan komt hij onder andere bij Oscar, bij mij en bij Robin komt hij binnen. We proberen vanuit de STOA ook heel veel van dit soort onderzoeken te stimuleren, omdat het zo belangrijk is. We kijken ook een beetje out of the box. Zo zijn we net gestart met een bijenonderzoek. Om te kijken of dat bijen die heel goed te trainen zijn op geur, dat zij misschien de beverholen kunnen onderzoeken. Dus hoeft niet de standaard praktijken te zijn. Als je een creatief idee hebt, kom langs, want wij zijn daar erg nieuwsgierig naar. Davy en Ronald, bedankt voor het ons aan het denken zetten. Voor alle ideeën die jullie al hebben gedeeld. Graag gedaan.